ben in het algemeen wel een enorme fan van vrouwen die dat ondernemen. Het ondernemen is voor mij een uitdaging. Altijd bezig zijn met nieuwe dingen, het blijven innoveren, gewoon bezig blijven in het algemeen. Momenteel heb ik het gevoel dat als ik op deze manier verder blijf gaan, dat ik later heel tevreden ga zijn met wat ik heb bereikt in mijn leven. Ik ben Yoko, ik ben florist in bijberoep. Ik specialiseer mij in droogbloemen, verse bloemen en planten. En ik verkoop eigenlijk voornamelijk via Instagram. Ik ben een heel impulsieve en als ik een idee heb, dan moet dat er ook dezelfde dag klaar zijn. Ik ben gestart via Instagram eigenlijk al mijn informatie te posten. De eerste post die ik op Instagram heb gezet was een foto van mij tussen mijn bloemen. Dus diezelfde avond ben ik in mijn bed op de computer heb ik mij ingeschreven via een sociaal secretariaat, mijn btw-nummer in orde gebracht, ondernemingsnummer, alles in orde gebracht en ja, een week later kon ik beginnen. De zaak op zich beginnen was eigenlijk zeer vlot. Ik ben in augustus begonnen, een heel goede maand om met de bloemen te beginnen. Dus dat was een heel goede maand, augustus. September en oktober werden dan wat minder. Ik moest ook nog een beetje in dat stramien komen van het werken en het zelfstandig zijn. En eigenlijk sindsdien zit ik echt in een vogelvlucht richting ja, heel drukke dagen. En toch wel best succesvol zijn op dit moment. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar een ruimte heeft om zo'n dingen uit te voeren. Dus ik doe dat momenteel in onze badkamer. Gelukkig hebben we nog een tweede. De badkamer beneden die wordt eigenlijk zo goed als bijna niet gebruikt. En daar hebben we een bureau over het bed gelegd. Dus de bureau is eigenlijk echt mijn volledige werkruimte. In de douche staat mijn volledige stok. En dan op de wc staan een plant. De badkamer is helemaal ingericht naar mijn atelier. Mijn passie voor bloemen komt eigenlijk al uit mijn kindertijd. We hadden een rozenplant in onze tuin. En elke keer als die aan het bloeien was, dan nam ik daar een roosje af. Legde ik die in de auto van mijn grootouders. De volgende keer dat zij terugkwamen, dan verving ik dat. En was dat verwelkt. Maar dat was niet erg, want dan gaf ik gewoon een nieuwe mee. En ik vond dat altijd superleuk. Mijn papa was er heel blij mee. En dat gaf mij zo altijd zo'n extra geluksgevoel. Summer vibes. Top. Ja, top. Merci, guys. Toen ik net startte, ben ik eigenlijk vooral begonnen via Instagram. Instagram is echt wel een kanaal waar je eigenlijk heel veel mensen bereikt, zeker vanaf voor mijn leeftijd. Maar een website is toch ook nog wel iets extra, waar dat de algemene informatie op te vinden is, hoe dat je met mij contact kan opnemen, welke diensten dat ik verleen. Dus ik heb nu een website via Proximus, aangezien dat ik dat toch heel belangrijk vond om nog extra informatie te kunnen bieden aan mijn klanten. Zij hebben eigenlijk alles naar mijn wens volledig gemaakt. Een website met meerdere pagina's. Een pagina waar ik eigenlijk vertel wie ik ben. Een paar foto's, ook gelinkt met mijn Instagram. Dus eigenlijk al mijn wensen zijn teruggereflecteerd op mijn website momenteel. Naast de bloemen is mode eigenlijk mijn tweede passie. Dus ik ben heel blij momenteel dat ik nog de optie heb om het te combineren. Dus dat ik nog mijn dagelijkse job heb in de mode en mijn bijberoep heb, de bloemen. Proximus. Think possible.